Goedemorgen, het is vandaag zondag 4 februari. Dat betekent dat wij naar New York gaan. Oh my god. Staal. Ik heb hier Brooklyn. Ja, ik ook, hieronder Brooklyn. we zijn op Schiphol en we hebben even een ontbijtje gehaald bij de McDonald's. We gaan even lekker eten. En oh my god, dan gaan we gewoon over anderhalf uur of twee uurtjes gaan we gewoon naar New York vliegen. Insane. Ik heb er echt mega veel zin in, dus ik ga jullie lekker meenemen deze week en ik hoop dat jullie het natuurlijk heel erg leuk gaan vinden. Ik denk dat dat helemaal goed gaat komen. We zitten bij de gate, super fijn. Ja, en we gaan zo meteen boarden. Ik ga het vliegtuig laten zien. Daar is ons vliegtuig. Woe, woe, woe. We zitten in het vliegtuig en het is mega chill, want we hebben zeg maar gewoon twee stoelen naast elkaar. Dus we hebben niemand ernaast, dus het is eigenlijk wel relaxed. We gaan lekker met z'n tweetjes hier zitten. Er zijn echt super veel films hier en we hebben wifi, of tenminste ja, dat moet je eigenlijk kopen. Maar wie weet is het wel helemaal niet duur. Kijk wat er nu op mijn agenda staat. New York City. New York! En je kan je telefoon gewoon opladen hier, dus mega chill. Ik zit bij het raam. En daar hebben we de vleugel. En nu gaan we gewoon echt. We gaan gewoon echt. Ons Amerikaanse avontuur bij Five Guys. Het kan ook niet anders. Met een lekkere cheeseburger. Eet smakelijk. Wij hebben een privé tour guide. Namelijk Jess! Nou, ik weet niet of jullie haar ooit in de vlog hebben gezien. Maar Jess en ik, die kennen elkaar van Fangirl Life. Ja. Justin. Wat erg! En ja, Jess woont nu gewoon in New York. En het is heel chill. Ze gaat ons nu even leuke plekjes laten zien. En gaan straks even lekker eten. Pizzatje. En het is wel echt heel erg rot weer. Maar dat maakt niet uit. Want ik ben in New York. In ieder geval regen en geen sneeuw. En ik ben in New York, dus ik klaag niet. Hoe cute is dit? Het is toch geweldig? Holy shit. Lekker even aan het eten bij John's. Zo heet het hier toch? Ja. En we gaan zo meteen ook nog pizza eten. Dus ja, ik ben nu al dik. Maar maakt niet uit. Ik heb nog nooit zo'n grote pizza's in mijn leven gezien. Wat heb je ons aangedaan? Pizza! Good morning. Het is vandaag maandag en we starten de dag bij de Starbucks met een lekker ontbijtje. Het is echt super vroeg. Het is 7:30 ochtends, 7:45. Maar we waren echt om 6:00 wakker door de jetlag. En het was van, nou, dan gaan we er maar uit en dan gaan we maar gewoon vroeg op bad. Ja, maar we hebben best wel lang geslapen. Ja, we hebben van om half tien sliepen we echt. Toen ik mijn ogen dicht deed, jongen, ik was binnen 1 seconde weg. Maar goed, ik heb dus een iced tea, peach, citrus white. En het is zo lekker. En ik heb ook nog even een yoghurtje gehaald. Want we hadden vanochtend ook al een beetje met een pizza punt. Die we nog wel gisteren hadden. Echt heel erg. Dus ik heb even gewoon een yoghurtje gehaald. Super lekker. Dus ik ga even ontbijten. We zijn aangekomen in Brooklyn. En het is hier echt zo mooi. Dit is echt zo anders dan het centrum van New York. Ah, ik vind dit echt prachtig. Zo. We gaan echt mooie foto's maken. Dus ik heb echt al heel veel mooie fotoplekjes gezien. We gaan nu zoeken naar de Brooklyn Bridge. Ik word nu gewoon lekker uitgelachen door bouwvakkers. Maar I don't care.
Maar we gaan nu op zoek naar de Brooklyn Bridge. Het is een heel gedoe om alles te vinden, aangezien de app nooit werkt. Het is een avontuur. Dus ja, echt mega mooi hier. Dit noem ik, ja, het is gewoon veel meer echt Amerikaans dan het centrum of zo. Ja, ik vind het centrum van New York is heel gaaf, maar dit is wat meer woongedeelte. Dat vind ik echt heel vet. Oké, we hebben zojuist daar foto's gemaakt. En volgens mij waren we echt net op tijd, want er komen nu zoveel mensen daarheen die foto's willen maken. En net was er echt niemand. Maar mijn handen zijn bevroren. Oh my lord, het is te koud. Dat is de Brooklyn Bridge, voor de mensen die het niet weten. Echt super mooi. Zometeen gaan we nog op de Brooklyn Bridge. En daar gaan we ook foto's maken. Maar ik denk dat ik sterf van de kou. Mijn handen zijn echt helemaal bevroren. Het is echt niet normaal. Maar het is wel heel erg mooi hier. Lekker samen vloggen. Ik vind Brooklyn wel echt, het is echt wel een massie. Maar ik denk dat iedereen die naar New York gaat hier automatisch ook wel heen zal gaan. Want ja, ik weet eigenlijk niet waar we heen moeten. Fotosessies op de, op de brug gehad. Maar het is echt ijskoud. Mijn handen, jongen, niet normaal. Zo, we hebben net even opgewarmd in de Starbucks. En nu komen we buiten en heb ik weer ijskoud. Dus dat was wel even lekker. En nu gaan we naar het 9/11 Memorial lopen. Want ja, dat is natuurlijk wel iets wat je moet doen als je hier bent. Dat is gewoon iets heel belangrijks, vind ik. Dus ja, dat gaan we doen. We zijn nu in de Target en dit is echt amazing. We zijn nu bij de make-up afdeling en alles is zoveel goedkoper hier. Ik ga even kijken of ik nog wat leuke dingetjes kan scoren. Kijk, hier hebben we L'Oreal en CoverGirl. En daar hebben we nog Essence, Revlon. Zit maar kleur. Ja, dan moet je op je hand swatchen. Rimmel, Neutrogena, NYX. En hier is de Elf. Oh my god, good old times. Ik kon het niet laten. Ik ga dit echt meenemen. Goldfish pizza flavor. Nou, die moet ik even proeven hoor. Joe. En we gaan lunchen bij de McDonald's. Lekker. Lekker Amerikaans. Love it. Ik heb een cheeseburger en patatjes. Joe. We lopen nu lekker in Soho. Dat is een wijk in New York. En ja, echt heel erg leuk. Dit is ook weer echt heel anders, maar echt zo leuk. Ik vind dit echt heel leuk. Het voelt een beetje Amsterdam. Het voelt gewoon, ja, een beetje wel. Ja. Misschien omdat de gebouwen hier ook wat minder hoog zijn. Ik zal het wel even aan jullie laten zien. Kijk, ik vind dat zo leuk. Hier van die trappen. Ja, dit doet me echt denken aan Amsterdam. Echt heel leuk. Naar deze winkel zijn we op zoek gegaan. Sorry, maar het blijft... Oh my lord, het is hier groot. Het is veel beter dan Amsterdam. Oh my god, kijk, dit is dus gewoon forever mijn guilty pleasure. Love it. Oh my god, dit is gewoon heaven. Check even. Dit is dus waarom ik van Amerika hou. Dit is zeg maar 4 keer zo groot als die in Amsterdam. Oké, ik ga deze trui kopen. Zoals jullie weten heb ik deze ook al in een andere kleur. Maar ik vind hem zo leuk. En ik vind deze kleur ook echt zo leuk. Dus ik ga deze nog even halen. Ik kon echt niet kiezen, want ik vond deze ook heel erg leuk. En die wil ik eigenlijk ook al echt heel erg lang. Alleen, ja, als ik hem dan vergelijk met deze, vind ik deze veel specialer. En, I don't know, het is wat meer... Wat aparter of zo. Ook al heb ik hem al in een andere kleur. Maar hij zit zo lekker, jongens. Ik leef in deze trui. En ik vind deze kleurencombinatie heel erg leuk. Dus ik ga voor deze.
Zo, we zijn net even naar onze hotelkamer geweest om eventjes om te kleden en even dingen te zoeken nog wat we nu nog gaan doen. We gaan in ieder geval nu naar Top of the Rock. Yes. Excited! So excited. En ik heb me even lekker warm aangekleed. Ik heb thermokleding aan, ik vind het helemaal top. Als ik het nu nog koud krijg, ga ik huilen. Ik heb er echt zin in Top of the Rock. Ik ben zo benieuwd hoe het eruit ziet. Even fangirlen! The Tonight Show! Love it! Oh, fucking vet. Oh my lord. Wij staan nu boven op Top of the Rock en het is echt zo mooi. Oké, ik ga het aan jullie laten zien. It's so pretty. Het is zo mooi hier. Als je naar het gebouw wil en erop wil, ga dan voor Top of the Rock. En ga dan met zonsondergang. Prachtig. Die lucht, het is zo mooi. Op beeld komt het waarschijnlijk niet eens zo overal zoals ik het zie. Het is prachtig. Dus als je gaat, toevallig ooit in New York, ga dan met zonsondergang. Zo mooi. We zijn nu in de winkel Paper Source en het is zo leuk. Ze hebben echt hele leuke dingen hier. Hoe duur zit. Dat vind ik namelijk echt leuk. Want ik moet nog een cadeautje voor mijn moeder meenemen. Oh, we zijn in de Disney Store. Dit is zo leuk. Ik wil alles. Kijk, dit wil je toch als kind. I can't. Dit is echt het leukste wat ik ooit heb gezien. Het is een bikini met een zeemeer in de staart. Ik wil dit gewoon. Waarom hebben ze dit niet in mijn maat? Volgens mij zijn we gewoon in Disneyland beland. Maar oh my lord. Jullie hebben echt geen idee hoeveel zin ik nu heb om naar Disneyland te gaan. Iemand, koop kaarten voor me. Dit ziet er zo goed uit. Oh my god. En we zitten bij, hoe heet het ook weer? Pasta Lovers. We zitten bij Pasta Lovers bij Times Square. Super, nou ik weet niet of het lekker is, maar wel heel leuk. Het ziet er leuk uit. Ja. The Phantom of the Opera is there. Nu niet meer. I'm gonna cry, ik wil hier zo graag heen. Maar het is echt zoveel te duur voor mijn leven, maar oh. Ik ga hier even een leuke foto maken, joe. Good morning, het is vandaag dinsdag. En wij zitten lekker aan ons ontbijtje. We zijn aan het ontbijten bij Pret à Manger. Misschien kennen jullie dat wel, ze zitten ook heel veel in Londen. En ja, super chill. En ik heb een peach green tea en een ei- en avocado broodje. Dus I'm excited, ik ga lekker eten. We zijn nu lekker aan het shoppen. Nou, daar wacht ik al ongeveer 2 dagen op. We zijn hier nog maar 2 dagen. Ik wou zeggen de hele week, maar we zijn hier 2 dagen. En ik heb al 2 dingen gekocht. Ik ga niet zeggen wat. Want ik ga natuurlijk lekker een shopvlogje maken. Ja, ik ben echt excited om te winkelen. Ik vind echt dat als je in Amerika bent, moet je gewoon losgaan. Moet je echt scheid hebben. Ik heb een budget voor mezelf opgesteld wat ik mag shoppen. En dat is het. We gaan straks ook nog even lekker naar de Victoria's Secret. Dat is echt iets waar ik echt al zo lang heen wil. Zo benieuwd. Ik ook, misschien valt het wel super erg tegen. Ik weet wel dat het heel duur is, dus daar ben ik op voorbereid. Maar ik vond het sowieso leuk om het te zien. Maar ja, mijn grootste doel is eigenlijk een sportlegging. Maar, ik weet niet, misschien ga ik het te duur vinden. Zo, ja. Even tussendoor, weet je wat ik zie? Wat zie je? Victoria's Secret. Oké, dan gaan we daarheen. Ik heb trouwens net ook nog even souvenirtjes, die zitten hierin, gekocht. Voor mijn mama en mijn broertje en voor mezelf. Dus dat is leuk. Maar dat gaan jullie ook nog wel zien in de shoplog.
Oh, jullie hebben er zin in, hè, in de shoplog. Ik heb er ook zin in, hoor. Ik ook. Look where we are. Central Park. Ik heb een eekhoorntje gevonden. Hi. Kijk even hoe dat eet. Central Park is zo mooi. Het is zeg maar zo gek dat je eerst in een super drukke stad bent en dan kom je hier en dan is het opeens heel vredig. En I don't know, het is echt heel mooi hier. Wauw. Echt heel pretty. Strawberry Wild. Oh, wow. Oh, die is wel scheef. Moet naar het elleboog kijken, dat werkt. Ja, jullie zien het niet op beeld, maar een collega van mijn moeder zit naast me. Je wil wel op het boog, hè? En we zijn nu bij, hoe heet het ook weer? Jumbo Juice. Jumbo Juice. En Sabrina wil hier echt wel heen sinds dat we hier zijn. Dus she's very happy. En ja, ik neem niks. Ik vind het een beetje duur en dan lust ik het weer niet. En dat is moeilijk. Maar, oh ja, dat wilde ik vertellen. We hebben kaartjes gekocht voor een musical. We gaan morgen naar Anastasia. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Ik heb er echt heel veel zin in. Dus ja. En gaan zo meteen gewoon maar even lekker winkelen of zo. Rondjes lopen, gewoon leuk. Ik sta nu in Grand Central Station. En voor de mensen die Gossip Girl kijken, dit is zeg maar het station van Gossip Girl. Super vet. Ik zal zo even boven laten zien, het is echt amazing. Massie, is een soort van de Amerikaanse bijenkorf, maar dan denk ik 80 keer groter. Oh. Ja, echt. Kijk, zo wil ik eruit zien. Hier word je toch zielsgelukkig van. Dit hebben wij gewoon niet. Ja, leuk. Oh my god, te leuk. Maar echt. Waarom hebben wij dit niet in Nederland? Kijk even hoe mooi. Ik kan hier zo gelukkig van worden. Goedenavond. Het is op dit moment 21:50. En ja, we zijn lekker in de hotelkamer al een tijdje. Gisteren lagen we nu aan het slapen. Eergisteren ook. Nu is Sabrina nog aan het douchen. En ik heb net even gedoucht. Nou, dat hadden jullie denk ik al gezien. Maar ja, echt heel chill. Vandaag hebben we heel goed geshopt. Of tenminste... Ik heb heel goed geshopt vandaag. Dit is de aanwis van vandaag. Ik moet zeggen, ik heb echt nog nooit zoveel geshopt, denk ik, op één dag. En ik moet ook zeggen, ik heb ook nog nooit zoveel geld uitgegeven in één dag, denk ik. Maar ik heb wel echt hele leuke items gescoord waar ik echt mega blij mee ben. En ik bedoel, je bent maar één keer in Amerika. Of tenminste, misschien niet één keer, maar ik bedoel, je bent er gewoon niet vaak. Dus als je er dan bent, dan moet je natuurlijk ook gewoon lekker genieten, denk ik dan. Dus dat heb ik zeker gedaan. Ik heb heel veel vette dingen gekocht. Ik moet wel nu echt goed op mijn geld gaan letten, want ik kan hier namelijk niet pinnen, want ik heb geen creditcard. Dus... Ik moet wel echt goed op mijn geld gaan letten. Want anders heb ik denk ik wel echt een probleem. En ja, we gaan kijken wat we morgen gaan doen. Morgen gaan we sowieso morgenavond naar musical. Ik heb in de middag nog een café waar ik heel graag heen wil. Ellen Stardust. Dat is een café met zingende obers. Die zeg maar allemaal musical nummers gaan zingen en zo. Dus daar, ja, daar moet ik gewoon heen. Ik hoor ook van iedereen dat het helemaal geweldig is. Dus daar gaan we heen. En... verder gewoon nog lekker rondjes lopen door New York. Het morgen is onze laatste hele volle dag. Want donderdagavond vliegen we naar huis.
Dus we moeten natuurlijk ook op tijd naar, naar Schiphol, wou ik zeggen. Naar het vliegveld. Dus ja, morgen is onze laatste volle dag. Het is niet anders. We hebben echt wel heel veel al gedaan. En heel veel gezien. Dus dat is wel heel erg leuk. Nu ben ik alweer veel te lang aan het praten. En ga ik lekker naar bed. Dus ik zie jullie morgen weer.